Deze beschouwing, die zal ik heel rustig houden. Want daarvoor is het een beschouwing. Je mag er zelf bij denken, bij elke beschouwing, wat jouw mening is. Het gaat me er niet om dat jij mijn mening overneemt of zo. Het is een beschouwing van mijn kant. Punt, meer niet. De beschouwing waar ik het vandaag, het onderwerp van de beschouwing van vandaag. Is vrouwen op het werk. Ja, dat wist je al, stond in de titel. Hier. Maar er moet nog wat achter om het een beetje sexy uh, over te laten komen. Ja. Voor de kijkeraars natuurlijk. Hè. Want het scheelt toch, hoor, wat de titel is. Dus ik moet er even de titel gaan verzinnen. Maar jullie weten de titel al, als je hier naar luistert. Dan heb ik weer iets geniaals verzonnen samen met mijn afdeling marketing. Die ik helemaal niet heb. Nee, het is liefde werk al papier. Het is wel een interessant onderwerp. Hè? Vrouwen op het werk. Toen ik uh, mij bewust werd dat er mannen en vrouwen waren, toen werd mij geleerd dat ze beide gelijk waren. Dat heeft in mijn denken heel lang stand gehouden. Ik weet nog toen mijn kind geboren was, ik heb een dochter, toen kreeg een van mijn kennissen, die kreeg daarna, uh, werd zijn uh, vriendin, vrouw, zwanger. En er kwam ook een meisje uit, uh, zijn tweede volgens mij, dat was een jongetje, die heette Rafael. mooie naam hè. En hij zei tegen mij, toen hij dat een tijdje met dat tweede kind was omgegaan, dan zei hij tegen mij, nou, je kan het wel merken hoor. Het is heel anders dan een meisje. En ik kan me nog herinneren dat ik toen dacht van die jongen, van nou zeg, is wel uh, een beetje seksistisch. Hè? En je, je zoekt naar het verschil of zo. Ik heb er niks van gezegd hoor, geen discussie over begonnen. Ik, ik nam het voor kennisgeving aan. En ik dacht bij mezelf dus, bij mijn eigen. Van nou, een beetje kort door de bocht volgens mij. Want mannen en vrouwen waren voor mij gelijk. Zo keek ik er tegenaan. En dat is, daar heb ik het nu over. Zullen we zeggen, 16 jaar geleden of zo? 15 jaar geleden. Toen was ik 45. Nou, inmiddels ben ik bijna 60 en ik ben om. Ik zie het verschil tussen mannen en vrouwen helemaal. En en dan kijk ik achteraf terug op een tijd, dus mijn werkende tijd. Want ik werk vanaf mijn 28e ongeveer. Ik heb vrij lang over mijn studie gedaan. Die studie had ik kunnen doen in zes jaar als ik braaf was geweest. Nou, ik was niet echt een labswans, want ik heb tijdens mijn studie ook gewerkt. Ja, in die zin. Maar ik heb wel lekker lang op mijn studiebeurs gezeten, waarvan een deel studielening en dat moest ik allemaal terugbetalen. Dat had ik trouwens vrij snel voor mekaar. Ik ben gaan werken toen ik 26 was. Dus en inmiddels uh, ben ik dan bijna 60. Dus hoe lang heb ik gewerkt? Nou, 30 jaar. En ik ga nog wel even door. Dus, uh, ik ben nog lang niet met pensioen of zo. Maar dan kijk ik terug op die tijd dat ik werkte. En ik bleef maar van mening tot 15 jaar terug dat mannen en vrouwen hetzelfde waren. En toch kreeg ik de hele tijd signalen dat er iets aan de hand was. Zo was er, ik werkte voor een klant, een grote uitgever. Daar werkten 80 mensen. Uh, heel groot project. We deden abonnementadministratie, advertentieadministratie. En de financiële administratie en relatiebeheer en alles wat erbij hoort. Heel belangrijk project voor ons. Veel aan verdiend. Maar mocht ik wel, we leveren de kwaliteit. Nou. Die hoofdautomatisering daar zegt op een dag tegen mij over de telefoon van hé, hey, ik heb hier een lijst voor me liggen met de abonnees van een bepaalde klasse van vorige week. De nieuw binnengekomen van de laatste maand of zo. Ja, zei die, en dan kijk ik nu in het systeem en dan is abonnee nummer 13897, die zit er niet meer in. Die is weg. Uh, weet jij hoe dat kan? En ik, uh, ik geen gelijke uh, yeah, rode konen, dus dat moeten we niet hebben, hè? En ik nog zo van ja, dat heeft iemand weggegooid. Aha. Zijn het hoofdautomatisering? Nee, want iedereen die op de abonnementadministratie werkt, die is uh, verteld dat ze abonne niet zomaar, abonne abonnementen niet zomaar mogen weggooien. Als er een factuur onder hangt, een abonnement is gefactureerd door het systeem, dan kan je hem niet meer weggooien. Ja, dan hangt er een factuur onder. Maar is die nog niet gefactureerd? En dat kan. Ze factureren daar niet iedere dag. Maar is een abonnee, is binnenge abonnement is binnengekomen, en dan voordat de facturatie rond de deur uitgegaan is, heeft die abonnee, dat bedrijf of die persoon, die heeft gezegd van laat me hangen, ik wil niet meer, ik wil toch niet. Ja, dan kan het wel weggegooid worden. Nee, Hans heette die. Nee, zei Hans, dat kan niet. Hij is al helemaal gecodeerd en la la la. En ze gooien hier dat soort dingen niet zomaar weg. Ja, wat heb ik tegen Hans zei: Ja, Hans, maar het systeem gooit ze ook niet weg. Maar ja, toch vaag iets in mijn knagen, hè? Want dat kan natuurlijk wel. Dat kan ergens. Een systeemfout in zitten. Een bug heet dat, een bug. Dat kan. En toen zei ik tegen Hans: Nou, weet je wat, voor alle zekerheid. Ik ga een extra module, een stukje software schrijven. En die gaat loggen. Dat gaat de boel wel vertragen over het netwerk. Dan praat je over de tijd dat we. waren we net 32-bit computers of zo. Begin jaren 90. Zoiets. Ja, niet zo hip als tegenwoordig. Hè? Tegenwoordig gaat het allemaal heel anders. Maar... Ik schrijf een stuk logging. En dan gaan we even kijken wat die logging oplevert. Voor het speciaal voor, het, voor de actie verwijderen. Dat kost wel performance. maar dan krijg jij van mij een speciale versie van het systeem. Oh, zo, Hans, dat is goed. Nou, ik heb dan uh, die software geprogrammeerd, getest natuurlijk. Nou, uh, als je dan een delete deed op een, abonnee, op een abonnement. kwam het keurig in het logboek te staan. Uh, met het nummer van het abonnement. plus jouw naam en alles. Datum, locatie, zeg maar. Werkstation dingen. Nou, die software moet geïnstalleerd worden. op alle werkstations. Dan moet je eventjes bijna 80 werkstations af. Iedereen moet werken met dezelfde versie, namelijk. Een is werk, man. Nou, toen hadden we die, uh, die software geïnstalleerd met die login. En ja, hoor, drie dagen later, bingo! Een Hans zou uh, mij bellen. En die zegt: Nou, het lijkt erop dat jij gelijk hebt. Het is uh, Monique, zullen we zeggen. Monique heeft het gedaan. Ik zei: Oh. Nou, en ik moest er toch uh, naartoe voor wat anders. Ik zei nou, dan, uh, ik ben er vanmiddag toch. Dan gaan we samen even naar Monique. Even kijken wat er dan aan haar kant, wat het verhaal is. Hè? Nou, en Monique, die werd dus uh, geconfronteerd door die systeembeheerder. Wat uh, automatiseerder uh, vent, hè. Jij ja, hebt een abonnee uh, weggegooid. Nee, Monique, dat, heb ik, dat doe ik nooit. Dat doe ik helemaal nooit. Nee, dat doe ik niet. Nou, We hadden de logging. Toen vroeg ik heel politiek aan haar, van God Monique. Als een abonnee, hè, als die zich aanmeldt, en dan binnen zoveel weken, uh, meldt hij zich af. Hoe doe je dat dan? Want uh, dat ding moet stopgezet worden. Hè? Hoe zet je dan zo'n abonnee stop? Oh, zei ze dat doe ik altijd als volgt. Dan uh, zoek ik hem op. Ik zeg, nou, doe maar even voor. Nou, ze ik heb hier een voorbeeld. Deze die wil er toch mee stoppen. Die heeft zich aangemeld, maar nu binnen de termijn. Er is, eh, wil die stoppen? Ik zal het even voordoen. Nou, dan zoek ik hem op. Nou, ze zoekt het abonnement op. Ze zegt, ja, en dan doe ik uh, verwijder. Nou, ja, dan komt het systeem keurig met een melding. Van: uh, Weet je zeker dat je deze kaart wil verwijderen? Dat kan niet ongedaan gemaakt worden. Nou, ze en dan klik ik op akkoord. Ik zeg, ja. Uh, wij vragen net van. Uh, wij, dat je dingen weggooit. Ja, zei ze, dit is geen weggooien wat ik doe, dit is verwijderen. Is wijzigen, dus wijzigen wil ik zeggen. Ja, maar in dat menu staat toch verwijder? Ja, zei ze zei: dat is toch hetzelfde? Kijk, en op dat moment en dan, ja, dan registreer je dat. Dit is, dit is kijk, begin jaren 90, dus inmiddels. Dat ja, is ongeveer 30 jaar geleden. Dan registreer je zo'n ding en dan denk je, nou, het leven gaat door. En je legt het naast je neer. Maar dat soort gevallen stapelden zich op. Ik heb het recentelijk nog gehad, of recentelijk, dat dus een jaartje of vijf geleden zo, denk ik. Een vrouw die was in alle, alle staat. was ontzettend boos. Want het systeem had wat weggegooid. Een factuur. En ze blies hoog van de toren, jongen. Nou, ik had gelukkig in die tijd... Hè, had ik dus al een ingebouwde logging in de vaart der Volkeren meegegaan. Dus alles werd automatisch overal gelogd. Alleen een enorm logboek. logboek van bijna een gigabyte per dag aan teksten. Alles wat er gebeurde. Alles, alles, alles. En er was ook een systeem waar ik weet niet hoeveel mensen in werkten. Met allemaal verschillende databases. Er werkten tientallen mensen op. En één groot logboek. Nou, zij meldt dan dat er een factuurpleite is. Nou. Nou, toen kon ik in mijn handen gaan spugen, en die log naar me toe halen. Dan heb je een tekstbestand van 1 à 2 gigabyte? En dan kan ik met. Uh, de, ja, dan moet je in gaan zoeken. Nou, dan kan je dus niet zomaar gaan bladeren. Hè? <laughs> nee, dan moet je zoekopdrachten zien te formuleren. En je kan niet zomaar gaan zoeken op. Uh, Tante Trien heeft een factuur weggegooid. Want dat staat er niet in. Je moet je gaan afvragen. Uh, ...naar een, een, een slimme zoekterm. Daar gebruik je grep voor. G-R-E-P. -g grep. Dan doen we uh, doe alle regels waarin dit wel staat en dat niet. En dan gaat je, je Mac, die gaat dan... Ja, die moet ook even ploegen voordat hij door twee gigabyte heen gerommeld is. Ik ben er toch wel twee, drie uur mee bezig geweest. Inclusief het maken van een mail voor haar. Waarin ik haar vertelde: van Kijk, jij bent uh, gisteren. ben je om half negen al het eerst ingelogd. Heb je dat en dat gedaan. En zo en zo en zo gedaan. En de hele tijd heb je wat anders gedaan. En toen ben je aan hetzelfde weer door gaan werken om half zeven s'avonds. Waarom was het niet al lang naar huis, bijvoorbeeld? En toen heb jij de, de fatale commando gegeven. van verwijder deze factuur. Toen heb je nog een waarschuwingsbericht gekregen. want dat kan ik ook allemaal zien staan. Dan heb je een waarschuwing gekregen om 18 uur 43 en 17 seconden. En daar is de bevestiging op binnengekomen. op 18 uur 44 en 5 seconden. Dus jij hebt de factuur weggegooid. En dat zeg ik nog heel netjes. Iemand. Vanaf jouw werkstation die jouw wachtwoord wist en met jouw account is ingelogd. Want daar kan je ook nog een probleem mee krijgen. Van dat je dus iemand persoonlijk beschuldigt. Dus dan zeg je ja, iemand heeft ingelogd met jouw account. Dus die wist jouw wachtwoord en het is vanaf jouw machine gebeurd. Op die e-mail, niks gehoord. Uh, en ruim een week later nog een mail gestuurd. Van, uh, met die, die mail die ik al gestuurd had. Met het hele dossier erin. Van uh, beste uh, uh, Ilona of zo. Ik neem maar een naam. Ik wil mensen geen niet persoonlijk beschuldigen. Het was een vrouw. Ze hebben geachte mevrouw. Uh, ik heb u deze mail gestuurd. ongeveer tien dagen geleden. en ik heb nog niks gehoord. Misschien is die mail aan je aandacht ontsnapt of zo? Vraagteken. Niets, geen reactie. Helemaal niks. En dan zijn er ook vrouwen waar ik een reuze fijn mee heb samengewerkt. Echt. Waar je. Uh, ik moet zeggen. Kijk, er gaat wel eens wat fout aan mijn kant. Bijvoorbeeld. Maar die vrouwen die snappen, die lieve, fijne, collegiale vrouwen. die snappen dat aan hun kant er ook wel eens wat fout gaat. Nou. En dan heb ik ook een keer gehad met zo'n fijne, collegiale vrouw. die dus zei van ja, oeps, aan mijn kant is er iets fout gegaan. Ik zei, wat is er aan de hand dan? Ja, ze zei het is erg dom wat ik gedaan heb. Maar ik heb dat en dat heb ik weggegooid en dat had ik helemaal niet moeten doen. Ik zei, oh, wat vervelend. Ja, zei ze, wat, wat gaan we er nou aan doen? Ik zei, nou. Uh, uh, ja, je hebt het gisteren ingevoerd en vandaag weggegooid. Ja, zei ze, ik heb het gisteren ingevoerd en vandaag weggegooid. Ik zei, nou, dan zit hij in de backup van gisteravond. Ik zei, wauw. Ik, ik zet die backup even terug op mijn eigen machine. Ik maak een exportje. Geef me er eventjes de artikelcodes door voor alle zekerheid dat ik het goed doe. Hoe zei ze, is dat niet veel werk dan? Ik zei, wauw, het is wel even werk. Zeg maar de volgende keer maak ik een foutje en dan moet jij anders lachen. En zij zal lachen. Oh ja, zei ze, zo is het toch. Ik zei, ja, zo is het. En zo is het dan ook. En een andere keer dan belt zij op en zegt ze, nou, het is me ook wat. Dat en dat werkt helemaal niet goed. Ik zeg, potverdorie. Nou, en dan moet zij een aantal facturen opnieuw invoeren. Kan ik er ook niks aan doen. Ik zei, ja, die drie facturen moet je opnieuw invoeren. Oh, ze zei: ah joh, dat is niet zoveel werk. Dat doe ik wel even. Kijk, dat zijn collegiale vrouwen. Die bestaan wel. Maar het is geen meerderheid. Dat is mijn punt. En dat, dat werd mij duidelijk door de ja-run heen, maar andere mensen in mijn omgeving ook. En dan denk ik weer terug aan die opmerking die een vriendin van mij maakte. En die werkte toen als secretaresse. Iets voor de gemeente of zo, semi-overheid. En die zei op een dag tegen mij, toen kwam ze van de werk, en we zo, oh, zo'n zware dag gehad. En ze was concluderend dat ze zei van nou, eh, ik wil liever niet meer met vrouwen samenwerken, doe mij maar samenwerken met mannen. Ja, ja. Dan was ik bij een andere klant, dat die hadden, het was een farmaceut. En dan moesten displays geleverd worden aan de drogisten van die kartonnen vouwdozen. En die komen dan op de toonbank te staan in de hoop dat mensen bij het afrekenen denken van... Oh, dat is een nieuw product. Oh, nou? doe er ook maar een pakje van dat bij ja, die moeten in elkaar gevouwen worden en dat moet allemaal zo goedkoop mogelijk. En die farmaceuten, iemand van marketing of zo, die had verzonnen. Want dat laten we dan doen door zo'n bedrijf die werkt met mentaal, lichamelijk gehandicapten. Want het is niet zo duur dan. Het is allemaal, het is relatief eenvoudig werk. Ja. Hm. En dan was er dan een nieuwe verkoopactie geregeld. En de vertegenwoordigers zouden allemaal naar de hoofdvestiging komen. En die moesten al die spullen meekrijgen van die displays. En dan en dan moest alles klaar zijn. En zij had dan die zending geregeld en naar het bedrijf gestuurd. om in elkaar te laten knutselen. Belt die man van dat bedrijf wel terug. En die zegt. Ja, er mist wat. Dit is niet compleet wat we afgesproken hadden. En zij zei: Ja, wat is er aan de hand dan? Ja, zei die man. Ik mis dat en dat. Waarop die vrouw zei. Ja. Het is maar zo'n klein dingetje. Daar kan je er wel wat op verzinnen. Nee, zei die man. Ik werk hier met geestelijk en lichamelijk gehandicapte personeel. Wij zijn helemaal niet creatief dingen dus dat we er wel wat op kunnen verzinnen. Het moet precies kloppen. En dan kunnen wij het product leveren wat we afgesproken hebben, maar niet met iets wat niet helemaal klopt. En die vrouw: dan was er een mannelijke collega van haar en die van: Ho, 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 Ho. En die greep in. En die nam het gesprek over en die zei... Hé hey Gerard, Peter hier. Wat is er aan de hand? Ja, zei Gerard. Uh, we hebben die spullen binnengekregen, maar er mist dat en dat. Uh, ja, dat krijg ik niet rond hoor. Ja, 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 zei Peter. Uh, wat zullen we eraan kunnen doen, denk jij? Nou, zei Gerard. Als je nou ervoor zorgt dat morgenochtend voor twaalf uur... dat er dan dat en dat bij ons bezorgd wordt... Dan kan ik nog kijken of we dinsdag redden. En ja, uh, misschien wordt het woensdag hoor. Want die dagvertraging, die hebben we al opgelopen. Ja, 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 zegt Peter. Ja, dat snap ik het. Nou, weet je wat? Ik bel je dan wel terug, ja? Nou, de verbinding wordt verbroken. En dan Peter tegen die vrouw van... Oké, okay, wat je dus moet doen, je moet dus als een sodemieter die gaan bellen. Als dat moet je regelen. Zo, en zo, en zo. En morgenochtend een snel koerier naar uh, Leuvenstein. En ja, die moet er voortwaal liever zijn. Maar die vrouw had dat niet opgelost. Nee, die gaat een beetje lopen kankeren tegen die persoon aan de andere kant van de telefoon. Terwijl de fout in haar organisatie was gemaakt. En dan kan je wel heel boos worden en emotioneel worden en helemaal uit je dak gaan. Maar daar repareer je de boel niet mee. En dat is wat ik heb meegemaakt. En ik kan wel doorgaan hoor. Ik heb er nou twee of drie verteld. Hè? Zal ik er nog even tien uh, trekken? Ik hoef maar te graven in mijn geheugen en ik heb er weer één te pakken. En het is overwegend, dus als je het hebt over hele vervelende collega's, meer dan de helft is vrouw. En heb je het over hele collegiale collega's? Ja, meer dan de helft is man. Dan heb je nog een grote groep en er uh, ja, zijn gewoon collega-collega's. Ze zijn niet oncollegiaal, maar ook niet heel erg collegiaal. Ja, er zijn gewoon collega-collega's. Die werken bij de klant en jij werkt voor de leverancier en uh, een beetje zo uh, neutraal. Zo. Maar de uitspringers naar boven, Nou, dat is echt heel erg fijn en gezellig en tof. Waar je echt wat aan hebt. Vooral als de dingen fout gaan. Lijkt, als alles mooi weer is en alles klopt helemaal. Ja, dan is iedereen tevreden. Maar wat nou als er een kink in de kabel komt? Hm. Nog eentje, die wil ik jullie niet onthouden: heb ik gezien op internet. Er was een lezing die werd gegeven. Een of ander congres. Achter de kansel stond een vrouw. en die was command executive officer van een softwarefirma. En daar werken onder andere met name programmeurs. Dat is hun business, software leveren. Dat moet in elkaar geprogrammeerd worden. Nou, in eerste instantie werkte zij met mannen en vrouwen als programmeur. Nou zei ze, bij dat congres dus, ik ben gestopt met vrouwen als programmeur. Want elke keer als er wat misging en er moest overgewerkt worden. En dan ging ik dan, want dan wist ik dat, dat er allemaal dingen fout gingen en zo. En ja, uiteindelijk ging ik ook maar een keer naar huis om half tien of zo. Dan liep ze nog even langs de zaal waar de programmeurs zaten. En wie zaten daar dan nog om half tien s'avonds? Ja, alleen de mannen. Al die vrouwen waren om half acht al naar huis. Die hadden anderhalf uur of tweeënhalf uur overgewerkt. Want normaal gesproken zouden ze zo om vijf uur naar huis gaan. Nou, we moeten gaan overwerken. Ja, dan werken ze over tot half acht. En dan is het Aju-paraplu. En die jongens, ja, die werken door. Die hadden pizza laten bezorgen. En die zouden doorwerken. Tot twaalf uur desnoods. En dan snel naar huis en een uurtje of zes slapen. En s morgens om acht uur, extra vroeg, is iedereen er weer. Kijk, dat zijn die mannen. Dat had die CEO. van die Amerikaanse softwarefirma helemaal in de gaten. Al die vrouwen in het team van programmeurs. uiteindelijk gaat iedereen wel een keertje weg of zo. Hè? En die werden, er werden gewoon geen vrouwen meer aangenomen. Punt. Ze zei: Ik heb die les geleerd. Nou, meer anekdotes uh, ga ik niet uh, oplepelen. Ja, tenzij je het echt heel leuk vindt. Maar er zitten de meeste idiote verhalen bij. Ik hoor toch dus zo'n verhaal van twee vrouwen. Die hadden een, een baan gedeeld. En dat ging in eerste instantie ging dat aardig. Dat, uh, Trien deed dan uh, de maandag, de dinsdag, de woensdag of zo. Een uh, woensdagochtend. En Gerda die deed woensdagmiddag, donderdag en vrijdag. Ging allemaal hartstikke leuk. Toen werd een van beiden, die werd zwanger. Nou, dat ging ook nog. Toen werd, uh, werd ze zo'n dikke buik, dat ze kreeg zwangerschapsverlof. Nou, toen heeft die werkgever ervoor gezorgd dat iemand anders dan haar werk overnam. Dus diegene die niet zwanger was, die kreeg toen hulp. Nou, toen werd een kind geboren. Toen kreeg ze ouderschapsverlof voor een tijdje. Nou, nog het steeds hetzelfde laken in het pak. Maar toen was mevrouw dus door alle verloven heen en moest ze weer op het werk komen. Ja. En vervolgens was het zo dat die vrouw die dat kind had, die, uh, die plande dan in dat als er uh, vergaderingen waren in Soetermeer en zo, dat er veel gereisd moest worden, ja, dan plande ze in op de dagen dat haar collega dat deed. Die collega kreeg dat in de gaten en die zei: Hé, hey, de laatste drie keer bij die vergaderingen in Soetermeer, dan moet ik. Ja, zei ze, want ik heb het kind. Ja, zei die collega. Maar dat is jouw kind. En wij hebben toch een duo baan? Ja, zeg maar, ik weet dat anders niet op te lossen hoor. Dus dan vind ik dat jij maar moet gaan. Waarop dus op die ene weer zei van ja, ik maar moet gaan. We hebben toch een duo baan en waarom moet ik dan meer doen? Want als er vergaderd moet worden in Soetermeer, dan moet je daar om negen uur zijn. Ja, ha, ha ha ha, dat is anderhalf uur reizen met de trein. Ja? Ze woonden allebei in Arnhem. En dan is naar de, 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 die firma, ik zal niet zeggen welke firma. Maar die zit er gewoon een kwartiertje met de bus of zo. Of met de fiets. Ja, ja dat scheelt nogal even. Dat je om kwart van negen de deur uit moet om om negen uur op je werk te zijn. Of omdat je om uh, half acht in de trein moet zitten. Om om negen uur in Soetermeer te zijn. Zoiets ongeveer, pak een beet. En een ruzie jongen, die twee dames. Het management moest erbij komen. Oh, 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 oh. Vrouwen op het werk. Ik heb, als het ging om drama's. Er zijn vrouwen op het werk. Die deden hun werk goed. Die, ja, die lopen er ook niet bij als een of ander fotomodel. Ja, gewoon platte schoenen, een, 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 een fatsoenlijke broek aan en een, een trui. En je ziet de handen en je ziet het gezicht. En dat is het. Geen blote schouders, uh, geen korte rokjes, geen uh, hot pants aan, geen open schoentjes, helemaal niks. Gewoon uh, gekleed als een man waardig. Ja, die functioneren dan. Daar heb ik prettig mee samengewerkt. Maar al die hitte met de ditjes en de datjes, gaat er weg, man. En helemaal niet leuk. En dan las ik een keer, een tijdje terug hoor, of tien, elf, twaalf geleden. Toen was ik nog getrouwd ik woonde nog in het ouderlijk huis. Mijn huis. Wat dat mijn naam allemaal geregeld ding is. Je kent dat wel. Een fijne verhaal met al die vrouwen. Eh, daar woonde ik dan nog. En toen las ik nog de krant. Meestal irriteerde ik me aan de krant. Want ik was vanaf. Waar was het? 2005 of zo. Uh, toen begon ik me te irriteren aan de krant. Dus ik las de krant heel erg kritisch. En dan stuitte ik daar op een artikel. En dat deed verslag van een testosterononderzoek bij vrouwen. Ik denk, hé, hey, was dat nou? <laughs> wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden een grote groep vrouwen genomen. En die hadden ze verdeeld in meerdere. Nou, dat een soort toernooien waren dat. Hè? Zeg maar in tien groepen van tien. En elke groep die ging een spel doen. Dus in elke groep was er dan een winnaar. En de helft van de. Ieder, elke vrouw kreeg een pil te eten. En de helft van de vrouwen kreeg, zonder dat ze dat konden weten,. een pil waarin testosteron zat. En de rest kreeg gewoon kalk. Hè? Al die vrouwen wisten wel dat er testosteron in het spel was, maar geen enkele vrouw wist of zij degene was die testosteron had geslikt. Dat wisten de beoordelers ook niet. Dat heet een dubbelblind experiment. Het enige wat men wist was dat de helft van de pillen, daar zat testosteron in, maar ze wisten niet wie er testosteron geslikt hadden. Nou, er werden dus tien van die wedstrijden gehouden waarbij dat spel gespeeld moest worden. En dat spel was uitgeknobbeld, dusdanig dat degene die het beste zou samenwerken, die maakte het meeste kans om als enige, als winnaar, uit de bus te komen. Dus de beste samenwerker, die had gewonnen. Nou, had je dus tien van die evenementen, van die toernooien, zullen we zeggen, waar tien vrouwen aan meededen, vijf... Iedereen had een pil gestikt, maar vijf daarvan hadden een pil met testosteron geslikt. Dus daar had je van die tien dingen had je tien winnaars. Nou, van de tien winnaars, negen van de tien had testosteron geslikt. Waarmee vast was komen te staan dat een hoger gehalte aan testosteron in het bloed van een vrouw... verbetert haar vermogen tot samenwerken. En ik las dat voor aan de moeder van mijn kind. Van moet ik kijken wat er nou tegen in de krant staat. En die vrouw die werd kwaad, jongen. Zo. Op mij natuurlijk, hè. Ja, daarom ben ik ook tegen vrouwen op het werk. Het, er valt niet mee te praten. Er valt niet mee samen te werken. Er hoeft maar iets te gebeuren en dan la 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 En dan heb jij het weer gedaan? Als man. Of als collega. Ik heb meegemaakt met vergaderingen waar ik voorzitter was. En dat was vrijwilligerswerk ook nog een keer. En ik was de voorzitter van de vergadering. Dat is gewoon een rol die je moet vervullen. En dat kan ik hartstikke goed. Er waren daar een aantal vrouwen op die vergadering. en die hielden zich niet aan de agenda. Nou, ik werd daar scheid en schijtziek van. En ik heb er wat van gezegd. Nou, er wordt een agenda opgesteld. en ik wil dat die agenda afgewerkt wordt. en ik wil dat de tijd in de gaten gehouden wordt. Want ik vind een uur lang vergaderen. dat vind ik echt genoeg. Ik zou zeggen, een half uur vergaderen. dan houden we een korte pauze. Dan vergaderen we nog een half uurtje. En dan is het klaar. En die vrouwen die bleven maar doorgaan. En, en, en dan had ik het gezegd en heb ik het nog een keer gezegd. Uiteindelijk heb ik gedreigd: en Als jullie je gedrag niet gaan veranderen. dan stop ik met het zijn van de voorzitter. Ik kreeg daar niet voor betaald, snap je? Dat was vrijwilligerswerk. En dan zeiden die vrouwen. Ja, dan heb ik dat een keer. Dus, nou, Oké, okay, nou, dan houden we ons wel. Nou, dan gaan we ons nu aan de, aan de agenda houden. Ik zei, mooi zo. Nou, toen heb ik één keer voorgezeten. met de zweep eroverheen. Hè? Nu is agenda punt één. En dat is. Lalalala, wie kan ik daarvoor het woord geven? En dan begonnen die, na de eerste twee agendapunten, gingen er dan redelijk doorheen. En bij agendapunt 3 drie begon er een vrouw te interrumperen. En die begint over iets heel anders. Ik zeg: Hé, hey, we zijn bij agendapunt nummer drie. Oh, oh, oh. Ja, ik dacht, uh, ja, ik wilde het er ook even kwijt. Dat ik. Uh, ja, dat vind ik namelijk ook. Ik Ja, dat is best dat jij dat vindt. Maar we zitten nu bij agendapunt nummer drie. Zullen we het even aan de agenda houden? Hè? En toen begonnen die vrouwen dus. Uh, toen we waren aan de pauze toen, na drie kwartier of zo. kwam er gemopper. Dan zei: Nou. Zeiden die vrouwen. Op deze manier vind ik het helemaal niet gezellig de vergadering. Ik zeg hoezo? Waar maakt dat nou weer uit? Nou, zeiden die vrouwen. Ik kom hier ook voor het sociale contact en daarbij hoort toch een beetje gewoon lekker kletsen. Ja, inmiddels ben ik geen voorzitter meer van die club. Zal we kijken het maar. Ik heb er geen zin meer in. Ik vind het nergens voor nodig hebben, namelijk. Je bent aan het vergaderen en, en dat is iets anders dan uh, lekker socializen. Iedereen is lekker bij elkaar en ik vind het best dat die vrouwen willen klepperbeppen. Maar we gaan dan eerst even vergaderen. Of ze gaan klepperbeppen van tevoren, vind ik ook goed. De vergadering begint om kwart over acht en iedereen die wil klepperbepperen, die komt om kwart over zeven. Dan mogen ze een uur lang klepperbepperen en dan om kwart over acht is het kebang, vergadering is begonnen. En dan gaan we drie kwartier vergaderen en dan ga ik lekker naar huis. Nee. Nee, daar wilden ze zich niet aan houden. In diezelfde club ook, hè, met het vrijwilligerswerk. Ik deed dat als software. En dan werkte er iets niet. En dan stuurden ze een mail. Nou, Dan moet je weten dat in die dagen... Kreeg ik rustig 20, 25, 30 e-mails per dag. Dus dan heb ik dat doorgegeven bij de vergadering. Van nou, uh, je mag me best een mail sturen, maar die gaat onder op de stapel hoor. Ja, ik krijg zoveel mails binnen. Ja, ze is maar. Uh, ik heb er een gestuurd en die was echt heel belangrijk. Ik zeg ja, dat zal best wel. Maar ik krijg tientallen mails binnen op een dag. En ik had, er, ik had er niet ieder. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ja, maar uh, ik wil dan wel dat als het uh, alarm is, dat het dan uh, gelijk opgepikt wordt. Zoveel werk is het dan niet voor jou? Ik zie nou, dat, dat is het hele punt niet. Ik, ik heb zoveel van die mails. En als het dan echt belangrijk is, bel me dan even op. Gewoon. Uh, ik heb een mobiel nummer en ik heb een vast nummer. Bel me even op. Het antwoord was van die vrouw: van no. Oh, als iets niet werkt en. Uh, ja, dan, dan ben ik vaak zo uh, over mijn theewater. dan ben ik zo boos. en uh, dan kan ik niet bellen. dan kan ik alleen nog maar e-mailen. En daarom kan ik niet bellen. Want ik ben dan zo boos. dan heb ik. Uh, ja, ik ben een vrouw namelijk. dan zei ze dat dus niet bij, hè? Maar is die emotie van die vrouwen? Terwijl een man. die zou dat in één keer snappen van, oh ja, natuurlijk, nee, dan, dan bel ik voor, de, oh, dan stuur ik je die mail... en dan bel ik je er even achteraan. Dat is, dat is wat een man zou zeggen. Dan al, even allebei. Ook dat ik mails kreeg van vrouwen, dat ik zei... ja, meid, hier kan ik er helemaal geen pindakaas van bakken. Uh, er is iets mis met het systeem. Je moet een beetje specifieker zijn om te vertellen wat er aan de hand is. En dan zegt zo'n vrouw rustig, nou... Ik vond zelf dat die e-mail heel erg duidelijk was. Ja, er is iets mis met het systeem. Ja, dan kan ik als eerste kan ik een returnmail gaan sturen. Want, goh, in welk onderdeel ben je bezig? Nee, vrouwen niet op het werk. Een zegen voor de samenleving, lijkt me dat. Tenzij ze echt zijn dat ze behoren tot die categorie. Die, uh, ja, dan zou ik gelijk letten op uh, hoe zien ze eruit en dat soort dingen. Uh, vrouwen die langskomen naar hun werk denken te komen in een minirok en op hoge hakken, nou laat maar zitten. Uh, die heb je al helemaal niet nodig. Ja. En goed opletten hoe ze omgaan met stresssituaties, en als er dan een keer overgewerkt moet worden, en hoe, hoe gedragen ze zich dan? Even goed testen voordat je ze een vast contract geeft. En tot die tijd gewoon op een jaarcontract. En kunnen ze niet tegen stress, zijn ze niet in staat om creatief te zijn, worden ze emotioneel, worden ze heel erg boos. Ja, afgelopen ermee. Ja, contract niet verlengen. Serieus hoor. Met een heel groot aantal vrouwen, daar valt niets mee aan te vangen. Punt. De moeder van mijn kind die kwam op een dag thuis, helemaal boos, helemaal boos. Nou, zie, had ze een standje gekregen van de baas, ook een vrouw, by the way. Die, kon, die baas was, haar, ze was assistente van die baas, management assistente, En die baas was bij haar binnengekomen bij haar kantoortje en zegt: Waar is het inschrijfformulier voor de Huppeltje Pub? Want ik wil toch naar dat congres. En zij zei, oh ja, oh ja, even kijken, even kijken. En dat was een heerlijk grote stapel, met alle ingekomen post. En die manager tegen haar, van wat? Heb je dat niet gearchiveerd? Toen zei ze, nou, dit is mijn manier van archiveren. Alles op elkaar stapelen. Even kijken of ik het kan vinden. Nou, toen kon ze dat, dat document niet vinden. Ja, vind je het gek. Eén grote stapel, die was wel 50 centimeter hoog. Nou, zei de moeder van mijn kind tegen mij. En toen werd die manager heel erg boos. En die zei van nou, noem je dit assisteren? Nou, ik vind het maar een puinhoop. En ik dacht, van, nou, ik geef die manager groot gelijk. Ja, toch? Je bent toch managementassistent en doe dan je werk, Vlerk. Ze werkte bij een grote onderneming. Dan kan ze zo naar beneden lopen naar het magazijn. Dan haalt ze daar een paar ordners. En dan vraagt ze om een alfabetregister of een maandregister of zeg het maar. En alles wat binnenkomt, netjes archiveren. En als dan je baas langskomt, waar mag ik dat formuleer? Dat je zegt, oh, dat was er voor uh, Stichting de Buitenkom? Ja, precies dat. Oké, okay, dan moet het onder de B staan. Oh, ik heb het al gevonden. Buitenkom. Ja hoor. Hier, alsjeblieft. Ja, ze... uh, Nee, nee. Nee, dat kennen ze helemaal niet, joh. Maar ze zitten wel met een... Dat uh, is de moeder van mijn kind. Dat heeft een vaste aanstelling. Ja. Nou, <laughs> ja, dan zit die instantie mooi en vast, hè. Vrouwen kan je beter niet op het werk hebben. Dat de hormoonpreparaat gebeuren, dat uh, daar is het uh, de oorzaak. Huh? En ik zou ze niet verbieden of zo. Dat wil ik, dat gaat het me helemaal niet om. Maar jij als werkgever, ik zou er erg voorzichtig mee zijn. En goed weten waar je op moet letten. Hey Reuze, bedankt voor het luisteren naar deze beschouwing. <laughs> ik hoop dat ik hiermee wegkom. En op zijn naamburg zag ik... ...tjus en dag lieverds...